Wauw, ik ben omvergeblazen in de juiste zin van het woord. Het is gewoon een spectaculaire Nederlandse film over een heel belangrijk onderwerp. Namelijk over de jongens en meisjes die we uitzenden. Ik denk juist daarom, omdat het heftig is, heeft het ook een hele positieve lading. Ik denk dat, Nederland beseft dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en ook niet gratis. Een oorlogsfilm combineert met een geweldig goed verhaal. Iedere minuut geboeid zitten kijken. Ik ben er super trots op. We gaan een beetje onder de huid zitten van een bijzonder mens. Ik was echt onder de indruk van wat Waldemar en het team daar liet zien. Buitengewoon indrukwekkend hoe hij die rol gespeeld heeft. Dat is zijn verhaal en dat hebben ze goed in beeld gebracht. En dat is wat mij elke keer in tranen roert. En zelfs stoere commando's staat allemaal te huilen. De vuurlinie. Vanaf donderdag 14 september in de bioscoop. Ga kijken. Hij krijgt deze onderscheiding als militair en als mens. Dank u wel, majesteit. Een indrukwekkend verhaal. Gebaseerd op ware gebeurtenissen. We hebben het over MDMA, ecstasy, kok. Ik ga niet iets bekennen wat ik niet gedaan heb. Alles gaat hier alleen maar over jou de hele tijd! Het is oké. Je hebt het goed gedaan. De vuurlinie. 14 september in de bioscoop.